1964, na het concert in het Koerhuis van de Rolling Stones, waar een paar jongens bij waren, onder andere ik. Wij braken de boel af. Nou, dat deden de Mystery Stones ook. In Huzedunia, we weten het allemaal nog. Wc-potten vlogen door de vloer. Alles ging eraan. En als een geweldige artiest hadden ze natuurlijk ook nog een geweldige Hans Cornelissen. Daar komt hij, Hans Cornelissen. En George Evers, de eerste slaggitarist van de Mystery Stones en later van de Black Devils. Vier oud Mystery Stones. Nou, ik weet niet of hier de boel afgebroken wordt, maar dan ga ik er een stokje voor steken. Ja, dan een stokje. Hij moet het dit keer maar mee doen. Tik maar af voor die halfzekker. Oh,
Jongens, hartstikke bedankt en we gaan verder met Carry.